ben Wijkmans Kurt, zaakvoerder van Wijkmans NV. Samen met mijn drie broers voeren we hier al 105 jaar de werken uit voor bouwmaterialen, tegels en beton. We zijn een heel groot familiebedrijf eigenlijk, dat de laatste jaren enorm, zeker de laatste 10 jaar, een hele grote vooruitgang hebben gemaakt. Ons vader is nu 75, die is nog elke dag hier op terrein te zien, dus die weet nog goed wat hier allemaal gaande is allemaal. We hadden hier nog wel een terrein liggen dat eigenlijk ter beschikking zou zijn voor een fabriekshal. Via de buren, die hadden ook een fabriekshal staan van Frizomat, en zo zijn we eigenlijk in contact gekomen met Frizomat en dat we dit hebben kunnen realiseren eigenlijk. Het was voor ons wel heel belangrijk dat we in een korte tijdspanne zo snel mogelijk een hal konden bijplaatsen voor de stockage. Daarom een beetje naar Frizomat. Het ging allemaal heel snel, zeker de bouw zelf. Op 2-3 weken stond de hele hal eigenlijk recht. We hebben wel de fundering en de grondwerk hebben we in eigen beheer gedaan. Dus we hebben wel de funderingsplannen en de afmetingen van de vloerplaten dergelijke van Frizomat gekregen. We hebben dan een plaatselijke grondwerker hier alles laten uitvoeren. Zodanig dat de mensen van Frizomat enkel de opbouw moesten doen van de fabrikagehal eigenlijk. Ik kan zeggen, alles wat toen besteld geweest is, is allemaal geleverd zoals we gevraagd hebben. Ja, we hebben gekozen eigenlijk voor punttaken te nemen. Dus om die opzicht hebben ze eigenlijk twee hallen tegen elkaar gezet. Frizomat omschrijven kan ik het beste zeggen van oké, stiptheid, snelheid, gunstig in prijs. Ik zou het zeker opnieuw doen als wij vandaag of morgen een uitbreiding moeten maken voor een stockageruimte. Zou ik er zeker contact opnemen met Frizomat. Want ik mag van deze hal eigenlijk niks slechts zeggen eigenlijk. Ik ben er heel content van.